Ja, goedemorgen jongens. Het is nieuwe week, maandag 1 maart. Ik ben even lekker ontbijt aan het eten. Ik heb vandaag 2 trainingen. Ik ga hardlopen, fietsen, doe combinatie en dan eind van de middag ga ik zwemmen. En ik luister elke ochtend altijd het NMS op hoe heet dat ding? Google Home. Verschrikkelijk apparaat. En gisteren even rustig gehad, zondag. Niks gedaan, lekker veel gevreten. Lekker jongens. Nou, dat is mijn trainingsuurtje hier zo. We zijn lekker bezig. Zoals je ziet. Ik werk tot 8:15 vanavond. En dan moeten ze met de noodgang naar huis. Want anders redden ze het niet voor de avondklok. Lekker jongens. Nou, ik had net mijn ochtend lesjes erop zitten, buiten. Het is bokkoud. En ik ga nu even lekker pannenkoekje eten. Ik heb zometeen een 3-uurige training van lopen en fietsen. En ik heb een zwaar weekend gehad, want ik heb mijn koppen weer afgesopen. Dus ik heb weer een ruggengraat van niks. En ik had vorige keer beloofd niet meer te gaan drinken. Dus bij deze beloof ik het nog 1 keer. Ik ga nu niet meer drinken, want anders ga ik mijn doel misschien niet halen. Nou, ik ga hem wel halen, maar het werkt niet echt mee. Want je bent niet goed hersteld dan en vermoeid. Pancake time. Ik op trainingsdagen zoals deze. Ik train vandaag 2 keer. Dus vandaag fietsen, lopen. En dan vanmiddag zwemmen. En dan eet ik dus 3600 calorieën op een dag. Dus dit is maaltijd 2. Ik heb vanochtend al wat gegeten. En dit is maaltijd 2. Kijk. Jongens, ik ga vandaag weer voor het eerst even buiten hardlopen. Ik start even met een korte stukje. Ik heb afgelopen weken last van mijn rechterknie gehad. Alleen tijdens het loopasfalt. Dus ik pak even een klein rondje, kijk hoe het gaat. En als het lekker gaat, dan pak ik er nog even eentje bij. En anders ga ik op de loopbaan binnen. En dan fiets ik hem daarna even uit. Dus ik moet wel die duur even in de benen krijgen weer. En ik hoop dat het goed gaat. En dan vanmiddag moet ik aan het werk tot 8 uur. We hebben buiten trainingetjes zoals je hier ziet. Dus hier hebben we platformen neergelegd. En dan kunnen we lekker trainen met de leden. En dan wat administratie. Morgen heb ik een presentatie voor de leden. Of niet voor de leden, voor het personeel doen we 1 keer in de maand. Zitten we samen sowieso. En dan hou ik een maand presentatie, voortgang en hoe verder. Dus lekker dagje. Zo, welkom op training nummer 1 van mij. En dat begint uiteraard met goede warming-up, stretches. Ik moet van mijn chiropractor beter warming-uppen. Dan heb ik minder snel last. Zeker als je meteen gaat hardlopen buiten, veel mensen vergeten dat. En dan gaan ze meteen als een raket rennen. Niet doen. Eerst goed warming-uppen. Dus jongens, let op. Dit rondje is voor jullie. We beginnen met stretches. Nou, dan blijf ik altijd even in squat positie zitten. Voor degene die dit niet kunnen, ga je dit oefenen thuis. Dat is goed voor je bekkenmobiliteit, enkels, heupen. Ja, een klein beetje in bewegen. Een beetje open draaien, links of rechts. Ja. En je zal merken dat het elke week een stukje beter gaat. En het mooiste is natuurlijk uiteindelijk. Je dit met een rechte rug kan doen. Hier. Ja. Hier wil je heen. Ben nog niet helemaal recht of wel? Zo. Dit is mijn laatste uurtje. Ik zit even aan het avondeten en ik had samen met mijn vriendin erover dat ze zegt dat ik in mijn vlogs veel over pijntjes lul en dat ik die altijd heb.
Dat klopt ook. Ik heb ook altijd wel pijntjes. En ze zegt van, ja, maar je zegt tegen anderen altijd dat ze rustig aan moeten trainen, niet te zwaar en niet te hard moeten. Ja, dat klopt, dat zeg ik ook altijd. Maar dat komt omdat ik weet dat als ik dat niet doe, dat mensen dan geblesseerd raken, hè? En meer doen dan dat ze zelf kunnen. Dat is gewoon een beetje mens eigen. En dat heb ik zelf ook. Alleen ik heb geen coach die mij daarop straft of corrigeert. Dus ja, ik ga dan net te ver en dan ben ik net de lul en nu word ik teruggefloten met de zere knie. Dus tipje van tieners, jongens, wel met als tieners je luisteren, maar niet doen zoals tieners. Luisteren, maar niet doen zoals ik. En als je iets gaat doen, zoek een coach die je kan begeleiden, bijvoorbeeld ik. Zo, goedemiddag jongens, of ja, het is middag. Ik heb mijn 2 uur training erop zitten. Oh ja? Even afstand, jongens. Hey. Oh. Kijk, we hebben wekelijks vergadering en eten met het team. Het team is niet helemaal compleet. Een paar zijn thuis, dus wat eten we, Max? Salade met aardappeltjes en stukjes vlees. Lekker, lekker, lekker hoor. Ja, lekker man. Kan je wel routine. Goedemorgen jongens, het is kort over 8, we zouden 8 uur starten, kort in. Maar voor degene die de man naast me niet kennen, het nieuws van de Kamer. Nieuws judovernoot van vroeger voor mij. En dat heeft hij even iets beter gedaan dan ik, volgens mij. Toch? Geen hondjes. Ja. Nee, ik heb geen bloemkorgen, nieuw wel. Dus nieuws, aardig goede judoka geweest, Europees, wereldniveau. En we gaan vandaag even een uurtje rennen en fietsen, toch? Ik heb er nu al heel veel zin in. We hebben er nu al zin in. We zullen laten zien hoe het ik aan het eind uitziet met de beste man. Yes. Hoe is het nieuw? Top. Volgende week toch nog weer. Leuk je. Ik ben niet naar de kloten. Aan de slag. Hou het lekker man. Hij is wel goed in. Heerlijk. Goeie flikker. Pushen, pushen. Jongens, volgende week donderdag poging 2. Zo, zitten we weer. Donderdagavond. Iets van training op de hand trainen. Ik zeg, motivatie is een beetje ver te zoeken op het moment. Ik doe ook 8:30, ik ben net pas begonnen en ik moest wel wat even met mijn bank op moeten slepen. Verder ook een paar zware dagen. De training ging misschien goed, maar echt daarna gewoon echt naar de kloten. Dus die dag daarna dan ook weer weinig zin. Uiteindelijk wel gaan, maar het gaat allemaal niet vanzelf op het moment. Maar goed, dat heb je wel eens. Het is week 9, dus we hebben nog tijd genoeg. Uiteindelijk komt het allemaal wel goed, maar het is wel eventjes aanpalt op het moment. Zo, voor de mensen die zich afvragen, vind ik koken leuk? Ja, ik vind koken best leuk. We hebben koken best wel vaak samen. En nu is vanavond, dus ik ga vanavond deze maken. Zie je dat? Oeh. Dit is van Jamie Oliver vegan. Ik weet ook af en toe wel vegan, mijn vriendin heet veel vegan. Ik ook soort van. Ik vind eigenlijk dat ik 80-20 doe. 80% vegan, vaak een klein beetje vlees in verhouding. Oké, check jongens. Ik heb als het goed is, ik had op internet een trucje gezien hoe je dus goed knoflook kan ontvellen in één beweging. Je moet de achterkant eraf snijden, de harde kant laten zitten. Leg hem neer en er een goede beuk op geven en dan is het goed. Let op. Ja. En? Helemaal kut. Mislukt. Weet ik niet. Ik moet nog een keer kijken. Nou, hierbij het resultaat. Dus wie eet de volgende keer mee? Dit is, hoe heet het? Aubergine lasagne, zoiets. Vegan. Helemaal top. Zo,
Oh, ik heb goed nieuws. We hebben onze eerste kledingsponsor binnen, Futurumshop.nl. Die gaat ons trainingskleding sponsoren. Dus Futurumshop, helemaal top. Ik heb volgende week een afspraak met ze en dan ga ik er langs. En dan gaan we de spullen op, ophalen. Dus dat is een goed einde van de week in ieder geval. En daar zijn we heel blij mee. Dus volgende week sta je in de volgende vlog. Lekker meiden. En Mikey. Vrijdag. Laatste dag hier van de week. En ik heb nog een paar uurtjes per thee. Maar kijk wat voor mooi weer. Dus hier houden we van, jongens. Dus de meiden zijn lekker bezig. Zo, ik ben net even naar de Bike Action geweest. Daar werkt een jongen die ik ken, Bart. Hey Bart, top weer van je diensten. Bike Action Alkmaar ook bedankt. Ik heb even een helpje gehaald, even een paar nieuwe schoenen. Even een fietsbrilletje en wat handschoenen voor de... Het is fucking koud buiten, man. Dat is niet normaal. Het is een beetje warmte en ik fiets eigenlijk altijd zonder helm. Maar dat is niet verantwoord. Ik krijg veel meer flikker op het parcours als ik daar fiets. Wieso mijn hol zonder helm? Ja, dat gaat tieners. Dus ik heb even een bijpassend kleuren helmpje gekocht. Want ja, rood is wel een beetje mijn kleur. En zwart, dus toppetje. Vandaag weer het zwembad in. De locatie ga ik nog steeds lekker niet zeggen. Dus die hebben we mooi pech. Hey, wat zwemtechnieken vandaag uitvoeren. En ik wil het even laten filmen door iemand. Zodat ik ook een beetje mijn eigen techniek kan zien. Ik heb geen idee of het wel lekker gaat. Ik merk wel aan mijn tijden dat het allemaal wat beter gaat. Ik zwem op de 100 meter nu 2 minuutjes. En mijn keerpunten zijn nog niet zo heel snel, dus er zit nog wel wat ruimte in. En als ik dus uiteindelijk binnen een uur wil halen, moet ik hem wel even aan de bak. Dus kijk vandaag even lekker mee naar Martijn's zwemtechniek. En geef me feedback in de comments. Oh ja, en ik heb mijn motivatie-dingetje wel gevonden. Dat is tenminste wat beter dan dat techno-Jekanus van Joel Beukers. We doen gewoon T-block. Vrijdagmiddag en ik kom net uit het zwembad en dit ging verdomd goed vandaag. Ik had het gevoel dat ik als een raket ging en dat ik niet zoveel hoefde na te denken over de techniek. Dus ik ging wel lekker eigenlijk, ik had goed tempo voor mijn gevoel. Dus Tom Oosterwijk, ik zou je borst wel nat maken jongen, want Tienes komt eraan. Let maar op, we gaan gas erop, hier! Ik moet ook nog mijn flippers aantrekken. Nou, dan gaan we jongens. Zwemmen maken. Zometeen de techniek. Nou, ik heb gezwommen. Helaas mocht ik het niet filmen, want het is allemaal privacy, dus het ging even niet door. En ik kreeg als een tipje van een kerel. Hij zegt, je zinkt. Nou, ik zeg, bedankt voor de tip. Doei doei. Ik zeg, nou, bedankt voor de tip. Hij zegt, je moet je benen even gaan gebruiken. Een beetje flipperen. Nou, is goed. Ga ik mijn benen gebruiken. Nou, Pik, bedankt voor de tip. Aan alle kanten kramp. Ik verzoop bijna. Dus die neem ik even mee volgende keer. In mijn warming-up. Man, man, man. Een drama. Dus weer wat geleerd. Ik moet mijn benen gebruiken. Maar we moeten even oefenen hoe. Nou, dat was hem. Wat voor dag hebben wij vandaag mis? Klikjesdag. Klikjesdag. Kijk jongens, zo ziet er zo'n maaltijd eruit. Dit is dus nasi. Nasi met pompoen uit de oven en champignons. En we hebben ook nog salade in de ijskast. Dus het is echt van alles. Kijk, wat zei ik allemaal kon. Geheel vegetarisch. Grote konten schilderen. Hey, en ik heb even positieve vibe, had ik vandaag. Die ging dus zwemmen. En ik heb vandaag nog nooit zo hard gezongen. Meen je niet? Ja, ik ging best lekker. En ik kreeg dus vorige keer de man die zei van je zinkt. Die zei vandaag je ging best lekker. Zelfde guy. Zelfde guy, ja.
Dus hij zegt, nou, je zwemt best wel oké voor iemand die nog nooit heeft gezwommen. Eigenlijk niet kan zwemmen. Dus is eigenlijk best wel positief. Dus kat in een bakje. Nou, ik ga lekker eten. Goedemorgen. Het is vrijdagochtend. Dat betekent dat ik altijd even ga zwemmen. Het is nu 9:15. Ik mag van 9 tot 9:15 kan ik even zwemmen. 3 kwartier. Daarna naar huis toe en dan denk ik dat ik meteen ga hardlopen. Vrijdag is altijd een dubbele trainingsdag. Ik moet eigenlijk een halve marathon lopen. Ik weet niet of ik zo ver ga even kijken. Mijn benen zijn een beetje, ja, een beetje stijvig. Maar ik ga sowieso wel ja, een lekkere lange duurloop. En het zwemmen gaat eigenlijk best wel ja, lekker de laatste tijd. Ik ben nu 2 keer in de week aan het zwemmen, al een week of 3 denk ik. En dan merk je gewoon echt dat je gewoon, ja, die gewoon stappen zet. De snelheid wordt beter, conditie wordt gewoon beter. Het is alleen een beetje jammer, ja, dat ik met 3 kwartier. Want eigenlijk moet ik qua afstanden al iets verder zitten dan dat ik nu zwem. Maar ik denk, ja, zo meteen is het gewoon weer buiten, ja, wat warmer wordt en we gaan weer buiten zwemmen. En dan, ja, die afstanden die komen dan wel. Voornamelijk nu gewoon lekker, toch lekker zwemmen, gewoon 2 keer per week. En dat, ja, voor nu is dat prima. En om die 3 kwartier zwemmen optimaal te benutten, heb ik alvast mijn wetsuit aangetrokken thuis. Het scheelt toch weer best wel werk om zo'n ding aan te krijgen. Dus dan kan ik meteen het water in mijn tijd optimaal benutten. Ik kom net terug van zwemmen. Ging lekker. Een beetje koude voeten alleen elke keer als ik gezwommen heb in dat water. Ik ben nu even aan het eten. Een beetje geitenyoghurt, banaantje, havermout, een beetje eiwitpoeder, een beetje koupoeder en nog een paar rozijnen zitten erin. Dus een beetje brandstof voor de lange duurloop die ik zo meteen ga doen. Dus je ziet, ja, het is heerlijk weer, lekker zonnetje, dus ik heb er zin in. Mijn zwembril nog een beetje in mijn gezicht staat. Kijk, ik ben net even bij de bakker geweest. Ik heb even krentenbollen en notenbolletjes gehaald. Ik ga morgen met Martijn de Strade Bianchi Noord-Holland fietsen. Morgen is het zaterdag 6 maart en heb je in Italië de wielerkoers Strade Bianchi en dat staat voor witte wegen. Het is een reis over heel veel gravelpaden. Die hebben die in Noord-Holland niet heel veel, maar wel een aantal. Dus daar hebben ze een route voor uitgezet. Die is 110 kilometer met een aantal gravelstroken erin. Dus die gaan we morgen rijden. Ik denk met z'n tweeën, want Daniel die moest werken en Leandro die had de kinderen. Maar het wordt wel fris morgen, dus goed aankleden. En belangrijk, ja, als je zo lang gaat fietsen, ik denk dat we voor 4 uur bezig zijn, dat je toch voldoende eten meeneemt. Vandaag zaterdag en ik ga voor het eerst in mijn hele leven 100 kilometer fietsen. 100! Yes, daar hoort een heel goed ontbijt bij. En 40 kilometer om de weg. De weg is helder. Een beetje richting Bresson, kijken of we bakkie kunnen scoren. Bakkie! Het is niet zo veel wind, weet wel, het draaigeneus, het stopt. Wist je wel. Hoeveel kilometer hebben we nu? 40. 40, 30 gemiddeld. We gaan voor de 100. We gaan voor de 100 vandaag. Nou, we zijn op de helft. En in welk land zijn we beland? We zijn fucking ver weg ergens. Dus wie raadt waar we zijn? Tering ver weg. Dus dat gaat lekker. Even een trappetje op. Lekker Nederlands. Oké, step on the gas. Ik ben helemaal naar de klote. Kan niet meer. Ik heb maar wel de mazzel dat we een groepje tegenkomen met 3 man. Waar ik achter kon hangen. Maar ik denk dat ik in jaren niet zo naar de kloten ben geweest als nu. En dan heb ik nog maar 100 kilometer gefietst. En dan moeten we nog 80 en dan nog een marathon hardlopen. Dat is niet normaal. Hoe is het met jou, Niels? Niks aan de hand. Ik kan er ontstikken, hoor. Niels, niks aan de hand. Nou, kun je nagaan. Ik ben klaar. En weet je wat het mooie van dit is? Is dat ik dus aan het trainen ben voor een Ironman. Dat houdt dus in dat ik
hiervoor 4 kilometer moet zwemmen, dan 180 kilometer moet fietsen, dus nog 80 kilometer meer dan nu. En ik ben er helemaal naar de tering. En dan nu nog, eigenlijk moet ik nog een marathon hardlopen. Nou, ik weet niet welk uitvaartcentrum mij wil hebben, maar ik kan me alvast wel inschrijven, denk ik. Want dat ga ik natuurlijk niet overleven. Tering. Dus moet aan de bak. Nou, wat doe je dus nadat je helemaal naar de tering bent gegaan? Dan neem je een heerlijk warm bad met uitzicht. Niet uitzicht, jammer bijna. Op de molen van Piet. Dus ik ga even lekker een zeetje kijken, Ozark. Nou, het is 5 uur en ik denk dat wij 12 uur klaar waren. En ik begin nu pas weer een beetje op te knappen. Dus kun je nagaan hoe lang dat geduurd heeft. Dus goed naar de kloten, jongens. Dus even rondje lopen met de dagi. Kijk, zie, kijk eens. Hé, hey man. Even rondje lopen even langs een vriend. Die heeft een jacuzzi thuis. Dus gaan we zeker even in chillen. Zo, waar gaan we heen, mis? Naar Volendam. Naar Volendam. Wij gaan even een rondje over de dijk lopen. Zondag is rustdag. Nou, nu niet helemaal rustdag. Vanmiddag moet ik kracht trainen. Maar en Mies is helemaal fan van Nick en Simon. Dus die hoopt je stiekem te zien, toch Mies? Dus als we ze zien, dan ga ik wel een praatje met ze maken en dan moet ze op de foto. Dus misschien komt hij wel aan de vlog. Dan ga ik zeggen dat ik aan het vloggen ben, dat is wel een goeie. Ga toch? Jij nou even weer niet de aandacht opeisen? Ja, dat is een goeie. Oké, okay. Nou, dat gaan we doen. Zo, we lopen over het dijkje. Hoe vind je het, Mies, in Volendam? Heb je Nick en Simon al gezien? Nee, nog niet. We hebben Nick en Simon nog niet gespot, helaas. Maar het is wel lekker, dus het is nog best bedrijvig hier. Als ik eerlijk moet zeggen. Dus, Het is alweer zondagavond. En dat betekent dus het laatste vlog hier, want morgen komt de vlog weer online, jongens. Dus ik kijk maar eten. Lekker. Pittig trainingsweekje gehad deze week. Ik ben goed naar de kloten. En ik denk ook dat ik op tijd ga slapen vanavond. Dus even lekker eten. Vandaag dag in Volendam gehad. En we gaan chillen. Dus morgen weer een nieuwe dag. Nieuwe trainingsdag. Werken, trainen, werken, trainen. Toch, Mies? Kut leven. Kut leven.